reed Evelien Vijn, maar die is naar via Telenet naar het development team van Jumbo-Visma gegaan. Nou, een beetje een wat bekendere naam. Ready. Kerkhoff, een heel groot talent uit het inlijnen. Met een behoorlijke hindernis weer haar carrière op het goede pad gekregen. Hersenschudding na een lelijke valpartij. Al even geleden heeft ze lang last van gehad. En Fijn heeft ook moeite met de opstart dit jaar. Een flinke verkoudheid heeft er echt achterover gegooid. En als je kijkt naar haar beste seizoentijd is dat echt mager. De 2.07, die moet er zeker aan voor Evelien Vaan in de buitenbaan. Maar die moet altijd even op gang komen. Daar heeft Rijpma de Jong nooit last van op de 1500 meter. Zij is de specialist op deze afstand. Won hier de wereldbeker in Heerenveen. Kerkhoff, hogere snelheid. Fijn moet die rondjes aan het eind hebben. Ja. Sneller, voorsneller dan Kraaienveld. Fijn is dat ook nog. En Bente Kerkhoff kruist over Evelien Vijn heen. Dan zou Vijn daarvan moeten profiteren als ze dat doet. Ja, Kerkhoff laat zich goed zien. Terwijl hier de concentratie. Zie je ook het visualiseren van de race. Ja, je zou toch ook denken dat misschien Rijpma de Jong nog wel extra wil aanvallen. 3 kilometer moest ze behoudend rijden misschien zelf. Ja, ze moet er vol in. Ze moet ergens aanvallen. Als zij op 1100 meter, dat gaan we straks zien in de 10. Zij moet op 1100 meter een voordeel hebben. Echt een alles of niets race. Maar dat spreken ze zelf ook zo uit. En dat maakt de strijd tussen die twee vrouwen zo leuk. Laatste 100 meter voor Kerkhoff. Kerkhoff voor Vijn. Die geen vuist kan maken. Het is Kerkhoff. Die afsluit in 2.01.85, vlak boven haar persoonlijk record. 2.02.91 is de tijd voor Evelien Vijn. Ja, dit is goed gedaan. Natuurlijk.